Het halen van die play-offs is natuurlijk afhankelijk van de wedstrijden die nu nog komen. Er zijn er nog 8. De komende 3 wedstrijden, Graafschap, NAC en Willem II, daar zullen de punten moeten komen. Want daarna is het uit Feyenoord, uit PSV en uit AZ. Ja, dat klopt. Aan de andere kant natuurlijk, in die uitwedstrijden heb je niks te verliezen. En dat maakt het natuurlijk wel de druk wat iets anders, laat ik zo zeggen. Dat zijn natuurlijk mooie uitdagingen. Kijken hoe je als ploeg erop staat. En daarvoor moeten in ieder geval punten gehaald worden tegen ploegen die onder ons staan. En die het niet makkelijk hebben. Dan nog even over een negatief aspectje. Hoe krijg je het voor elkaar om in 88 seconden 2 gele kaarten te krijgen? Ja, dan neem ik mezelf ook nog steeds kwalijk. Ik vind het eigenlijk ook niks van mij. Want zoveel rode kaarten heb ik ook en gele kaarten heb ik eigenlijk niet gepakt in mijn carrière. Dus die eerste, dat was naar mijn inziens onterecht. Ik had sowieso nog volgens mij weinig overtreding gemaakt. Dat geeft dan eerst een waarschuwing. En bij die tweede dacht ik echt dat ik voor de man kon komen. En schatte ik het verkeerd in. Het was ook geen frustratie of zo. Dus dat is echt balen. Hoe streep eronder, je bent er weer bij. De schorsing is er achter de rug. Graafschap is de volgende wedstrijd. Ja, een mooie wedstrijd. Graafschap is natuurlijk altijd wel een leuke wedstrijd om te spelen. Uitvak zit ook wel vol, dus dat is natuurlijk ook wel super gaaf. En wat ik eigenlijk net ook zei, dan moeten we gewoon weer voor de 3 punten gaan. En in ieder geval om die aansluiting te houden. En misschien kunnen we wel plekjes omhoog gaan. Hoeveel steun hebben jullie eraan dat de supporters allemaal meegaan naar die uitwedstrijd? Ja, dat is natuurlijk super mooi. Dat zag je natuurlijk in Emmen al, waar het uitvak helemaal vol zat, nu weer. Dat geeft hem gewoon een extra steuntje in de rug. En het is natuurlijk ook mooi, want zoveel uitwedstrijden, of dan hebben we vaak lastig, laat ik zo zeggen. Om dat in ieder geval samen met de supporters te vieren als we dat winnend kunnen afsluiten. Goed, nog 8 wedstrijden. Ik heb het net al gezegd. 8 belangrijke wedstrijden waarin wellicht wat te verdienen valt. Ja, dat klopt. Het is nu wel zaak om gewoon wedstrijd voor wedstrijd te gaan kijken. Staat heel dicht bij elkaar. Aan de andere kant, als je er zo goed op staat, mag je natuurlijk ook wel iets verder kijken. En in ieder geval een doel voor ogen stellen. En dat lijkt me wel reëel om dat met de play-offs te doen. Wat zou het heerlijk zijn voor de supporters als het opnieuw lukt? Ja, absoluut. Maar laten we eerst de play-offs halen en dan verder kijken. En dan kunnen we misschien samen gaan genieten met het publiek van eventueel Europees voetbal.